Wauw, wat een goede vraag. Wat een goede vraag, zeg. Kun je hem samenvatten? Kun je gewoon antwoord geven? Hi, welkom bij weer een nieuwe vlog van mij. Ik ben vandaag met Michael, mijn vriend. En ik dacht, misschien is het wel leuk om de boyfriend tag video op te nemen. Omdat hij ook voorkomt in best wel veel van mijn vlogs. Dus dan is het wel leuk dat jullie hem ook een beetje leren kennen. Oké, ik heb een aantal vragen op mijn iPad weer gezet en die gaan ik aan hem stellen. Hij heeft ze nog niet gezien, dus ik ben heel benieuwd wat hij gaat antwoorden. Eerste vraag is, waar hebben we elkaar ontmoet? We hebben elkaar in Horen ontmoet, waar we allebei hebben gewoond. Ik ben daar geboren en jij hebt er even gewoond. Ja, ik heb daar een paar jaar gewoond met mijn ouders. Maar we hebben elkaar eigenlijk ontmoet op Gay.nl, toch? Oh ja, oké. Toen was dat nog een soort van, toen had je nog geen Tinder en Grindr, dus dat soort dingen. Dus we hebben elkaar van Gay.nl. En het leuke is dat ik nu ook voor hun schrijf. Ik schrijf columns voor hun. Dus wel grappig dat ik dan jaren later, een soort van 10 jaar later, daar nu weer voor schrijf. Als je het nu een andere vraag beantwoord. Wat deden we op onze eerste date? Bedoel je die date dat we elkaar weer herontmoet hebben? Of nee, ik bedoel die allereerste date. Allereerste date. Allereerste date zijn we gaan zwemmen. In Horen, bij het Schelpenstrandje. Ja, dat is wel zo. Maar eigenlijk hebben we elkaar toch ontmoet toen ik in Amsterdam een week zat. Toen gingen we naar het Vondelpark. Toen kwam jij terug van Sensation. Ja. En toen had je me opgezocht waar ik toen zat. Ja. En toen in het Vondelpark liggen knuffelen. Volgens mij was dat onze eerste date. Niet die tweede date van het zwemmen. Toch? Ja, dat zwemmen was daarvoor, toch? Nee, dat was daarna, want toen was ik alweer... Oké. Okay. Ik had het eigenlijk net al verklapt, maar hoe lang gaan we met elkaar? We gaan nu 6,5 jaar met elkaar. Ja. 6,5. Ja, en we kennen elkaar dus 10 jaar, dat had je dus net kunnen horen. Maar dan hebben we een soort van... Als je nou slim was, dan had je het al kunnen weten. Maar we gaan dus 6,5 jaar. Lang, hè? Waar gingen we heen op onze eerste vakantie? Volgens mij was dat die vakantie naar Turkije, of niet? Was dat onze eerste vakantie? Of was dat ik. Dat weekendje in dat huisje? Oh ja, dat vind ik niet echt vakantie, nee, maar ze waren een paar dagen weg naar een huisje in België inderdaad. Nee, dan was Turkije onze eerste echt vakantie en dat hadden we heel goedkoop geboekt. Ja, het was eigenlijk een beetje of niet op vakantie of dan maar heel low budget. En het was echt verschrikkelijk. Dus als je geen budget hebt, ga dan maar gewoon niet. Nee, dan maar beter vakantie in eigen land. Of je van kamperen houden of zo, daar houden wij allebei echt helemaal niet van. Nee. Maar dat was echt, het was echt crap gewoon die vakantie. Helaas. Wat dacht je toen je mij voor het eerst zag? Wat moet ik dan zeggen? Dat ik in één keer verliefd op je was? Nee, je moet zeggen wel. Wat je gewoon wil zeggen, toch? Je moet niks. Wat is dit? Alsof ik wat je is een soort deze? Van... moet zeggen, oké. Okay. Ja, wat moet en je ik moet zeggen? Mij te vriend houden, dan ben Ja, wat dacht je gewoon toen je mij als eerste zag? Nou, ik vond je in ieder geval een super interessante jongen. En heel knap. En maar wat dacht je? Want dat weet je gewoon niet meer. Wat dacht ik? Nou, dat ik je super leuk vond en mooi en interessant. En dat ik daar wel meer van wou weten, horen, kennen. Toen ik nog 16 was en een ontzettende babyface had, toen al. Nou, dat is wel leuk. Wat is mijn grootste kracht? Je grootste kracht? Ik denk jouw ambitie. Mijn ambities? Ja. Ja, okay. Ja, denk ik ook wel. Ik heb er wel veel en ik ga er ook wel echt voor, ja. Maar dat is denk ik ook wel jouw grootste kracht. Ja, dat past er ook bij elkaar, denk ik. Wat zou ik echt altijd kunnen doen? Volgens mij is het shoppen. Want we hebben inmiddels 2 kledingkamerkasten. Inloopkasten, maar die zitten al helemaal vol. En ik heb nog een rek in de slaapkamer. Ja, en er blijft meer en meer bij komen. Wat vind je het irritantste aan mij? Het irritantste aan jou? Ja, dan ga ik ook op antwoorden dat ik het irritantste aan jou vind. Dat je je jassen door het hele huis heen gooit. Of tenminste, in ieder geval de voorkamer ligt echt zo'n hele berg met jassen elke dag. Ja, maar we hebben gewoon geen genoeg ruimte meer in die jassenkast, omdat jij er allemaal jassen hebt hangen. Je blijft maar nieuwe kopen. En jij? En dan kom ik thuis en dan heb ik gewoon, dan ben ik moe. Dan heb ik geen zin om een soort van nekhernia te krijgen, omdat ik al die jassen aan de zijkant moet duwen. Dus dan gooi ik ze gewoon op het bed. Op de logeerkamerbed. Oh ja, wat vind ik dan aan Michael? Hij heeft altijd van die reclameboekjes die hij dan wil lezen.
waar we niks aan hebben, maar die moet hij dan een soort van lezen. En die liggen dan echt wekenlang op de bank en dat vind ik dan irritant. Echt zulke stapels reclameboekjes. Echt nutteloos. Wat vind ik heel vies? Oh, champignons vind je heel vies. Ja, echt. Andere paddenstoelen eet ik nog wel, maar champignons, ik proef het echt overal in u. Hij vindt het echt zo vies dat hij overal zegt dat hij er allergisch voor is, alsof hij doodgaat, zodat hij zeker weet dat het er niet in het eten zit. Net als dat stukje van Sex in the City trouwens, dat heb ik daarvan namelijk. You're not allergic. What? You're not allergic. I don't like it. Why don't you just say that? Because when I say that, parsley somehow magically appears on the plate and I feel bad because I have to send it back. Ik denk echt nog best wel vaak dat er alsnog champignons in zitten. Want dan zetten ze het bijvoorbeeld niet op de kaart. Want ik lees altijd bij ingrediënten en er staat er gewoon niet champignons bij. En dan krijg je een van een groente ding of vegetarisch ding. En dan zit er altijd champignons in. Dus dat. En wat ik ook heel vies vind is pittig eten. Ik kan niet echt pittig eten. Ja, oké. Okay, dat vind je niet vies. Je kan er gewoon niet tegen. Ja, ik raak er echt van in de stress. Waar ben je met mij het meeste trots op? Of bij mij, met mij, bij mij? Waar ben je het meeste trots op wat met mij te maken heeft? Waar ben ik het meest trots op? Nou, dat we zoveel groeien, allebei. En dat we zijn allebei met de master bezig. We zijn allebei lekker bezig met ons werk en met onze ambities, hobby's. En dat trekken we aan elkaar op. Dus daar ben ik wel trots op. Ja, maar dat is trots op in ons, toch? Niet, want het is niet, toch niet trots op waar je trots op bent, wat ik heb bereikt of zo. Ja, moet je wel een keer die vraag horen die je hebt gesteld. Aan welk eten ben ik verslaafd? Aan welk eten ben je verslaafd? Nou, ik denk citroentaartjes. Dat kan je echt altijd eten. Ja, er zit bij mij op een hoek waar ik werk, zit een traiteur, dat heet Peperwortel. En daar hebben ze citroentaart. Nou, als ik daar langskom, haal ik gewoon altijd citroentaart. Het is zo lekker. En op een gegeven moment verwacht je dat je dan helemaal, dat je neusgaten uitkomt. Maar dat is bij mij echt niet zo. Ik ga gewoon echt forever eten. Ja, om welke serie ga ik het hardst stuk op tv? Ik denk RuPaul's Drag Race. Ja, okay, ja, en The Nanny. Ik ga hier echt van het lachen bij The Nanny. En Michael lacht meestal niet echt of zo. Maar als ik dan lach, dan gaat hij ook in één keer stuk. Maar volgens mij lach je dan gewoon meer mij uit dan dat je om de serie lacht. Ik lach je niet uit, ik moet gewoon om je lachen. Dat is best wel hetzelfde, by the way. Nee, dat klinkt veel beter. Het klinkt niet, maar het is hetzelfde. Jezus. Volgens mij heb je deze vraag net al een beetje beantwoord, maar wat trekt jou het meeste aan in mij? Wat me het meeste aantrekt in jou? Nou, qua uiterlijk denk ik verfijndheid, wat me het meest aantrekt. En qua innerlijk, wat natuurlijk het belangrijkste is, dat je veel ambitie hebt en dat je overal echt voor gaat. Oké, okay, en wat mij het meeste qua persoonlijkheid in jou aantrekt is dat ik altijd mezelf bij jou kan zijn. Hmm. Ja. En dat is denk ik wel heel belangrijk in een relatie, dat je wel echt jezelf kan zijn. Ja. Dat is ook waarom ik je 6,5 jaar geleden een bericht heb gestuurd op Hives. Omdat ik gewoon dacht, dit is zo'n lieve jongen. Die ken ik natuurlijk al 10 jaar, maar we hadden een tijdje geen contact. En ja, toen dacht ik, we moeten weer contact met hem zoeken, want ik kan gewoon mezelf bij hem zijn. Dat is heel belangrijk. Ik dacht eerst gewoon nog gezellig als vrienden, maar we waren eigenlijk gewoon nog steeds verliefd op elkaar na al die jaren. Dus toen kregen we weer met elkaar. Waar zou ik heel graag een huis willen hebben? Dat je Ibiza misschien wel leuk vindt om een huis te hebben. En Londen. En New York. Ja, hè? Dat is echt al sinds mijn 11e wil ik naar New York. Dat weet je toch? Ibiza, Parijs. Nee, New York. Oké. Okay. Nou, dat je dat niet weet, heb ik echt wel gezegd bij me. Dat weet je toch? En de laatste vraag, wat zijn mijn toekomstplannen? Je toekomstplannen? Nou, je hebt wel meer stukken geschreven, natuurlijk op je eigen blog. Maar je zou dat ook bijvoorbeeld voor bladen als de Lomo willen doen. Ja, heel graag. Lijkt me echt zo leuk om voor de Lomo te schrijven. Ik schrijf natuurlijk niet voor Gay.nl columns. Mm-hmm. Over hoe mensen meer zichzelf kunnen zijn in hun kledingstijl. Dat zou ik wel willen uitbuigen. Nou, uitbuigen. We hebben weer een nieuw woord, jongens. Uitbuigen. Klinkt alsof je dan een soort van ziek bent of zagrijnig en of aan het huilen bent en dan ga je uitbuigen. Ja, precies. Hashtag uitbuigen. Maar ja, en ik zou het wel graag willen uitbreiden naar de Lomo of de Wink. Ja. Ja.
En volgens mij ook wel op tv dat je een programma zou willen presenteren om dat, nou, datzelfde te kunnen doen. Ja, waar mensen misschien op zoek gaan naar zichzelf of daar hulp bij krijgen van mij. Ja. Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ja. En ik zou heel graag willen meedoen aan Expeditie Robinson. Gewoon omdat je denk ik daar heel erg jezelf tegenkomt. Ik reis wel af en toe alleen, om expres dan ook met die reden, om mezelf een beetje tegen te komen en ja, daar dan iets mee te kunnen, een soort van te groeien. Dan denk ik dat Expeditie Robinson daar ook wel een soort van heel erg duidelijk sterk uit kan komen ofzo. Dus dat is ook nog wel een doel. Nou ja, niet een doel, maar gewoon een soort van wens, toekomstplan. Ja. Waar bakkeleien wel eens over? Niet dat we dus ruzie krijgen erover ofzo, maar wat een soort van dingetje is. Ja, dat is een paar keer per seizoen. Dan hebben ze een paasbrood of een kerststol. Nee, het heet feeststol. Nee hoor, het is gewoon kerststol. Nee. En ik ga nu een stukje voor je maken. Het is feeststol. Het is dan krijg feeststol. Je niet. Een feeststol maak ik niet. Nou, het heet feeststol. Nee, het is gewoon een kerststol. Het is alleen maar de kerst. Nee, want een paas is geen kerststol. Nee, het is paasstol. Nee, het is feeststol. Yay, dat was de boyfriend tag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. Doe dan even je duimpje omhoog en beantwoord misschien zelf ook even wat vragen. Of neem wat vragen mee voor je eigen relatie. Is het ook wel soms grappig om te zien of die andere net zo open denkt als jij. Maar er soms een verschil, geloof ik. En doe even je duimpje omhoog en bedankt voor het kijken. En couscous!